In deze videoclip neem ik jullie mee naar de basisoefeningen. Deze oefeningen kunnen jullie gewoon zelf doen. Dat hoeft niet op een voetbalveld te zijn, maar dat kan ook rustig achter in de tuin. Kijk ernaar, leer ervan, oefen het en heel veel succes. Keepen. Het allerbelangrijkste van keepen is ballen tegenhouden. Hoe doe je dat? Het begint met een vangbal. Hoe ga je vangen? We beginnen met de meest eenvoudige vorm. Een bal recht op je af. De bal wordt geschoten vanaf pakweg 7 meter en hij wordt geschoten boven heuphoogte. De bal die ga je dan vangen bovenhands. Dat noemen wij de bovenhandse techniek. Vangen is het belangrijkste van keeper. Dus om te beginnen, als je keeper wilt worden, heel veel gaan oefenen, heel veel ballen gaan vangen. Als je een bal goed vangt, dan zorg je ervoor dat de handen achter de bal zijn. Zorg ervoor dat de vingers, de handpal en de duimen achter de bal zijn. Zoals ik de bal zo vast heb. Het allerbelangrijkste is dan dat de bal niet door je handen heen glijdt. Dus als het nat is, zorg ervoor dat je voldoende kracht en op het juiste moment de bal opvangt.